Welkom bij een gloednieuwe GTA 5 DLC video. Klinkt zo raar, zo lange intro. Maar in ieder geval, welkom bij de Pagassi Rosso, volgens mij heet die. Is vandaag toegevoegd aan de game en wij gaan hem vandaag eens even onder handen nemen. Is een vrij interessante auto, want het is een cabrio en je hebt zeg maar geen dak. Je kan hem niet open en dicht doen, het is altijd open. Dus je moet er niet mee door de regen, maar naast dat is het wel een hele toffe bak volgens mij. En had ik gelijk, de Pagassi Rosso. Dit is hem, van $1.9 miljoen. Ik zie hier trouwens nog de Krieger staan. En ik zag net op Twitter voorbij komen dat deze binnenkort als wheelspin prijs beschikbaar komt. Dus moet je deze auto nog hebben of wil je hem hebben? En ga hem nog niet kopen, want je kan dus binnenkort krijgen door middel van dat wheelspin. Dus even dat ik dat gezegd heb, dat is niet vandaag volgens mij. Vandaag zit er volgens mij die 4x4 in. Die, welke was het ook alweer? Die zien we dadelijk wel in de garage staan. Volgens mij heb ik die nog. We gaan eerst even dit ding bestellen. En ik bestel hem in het geel. En ik heb natuurlijk helemaal geen plek. Dat blijft echt een terugkomend probleem dit. Your Zerosso will be delivered to your penthouse garage shortly. En dan gaan we in de tussentijd gelijk eventjes aan het rad draaien. In het casino. Dat is dus volgens mij die 4x4. Is een auto die ik zelf heel graag wil hebben. Kijk eens aan. Je kan hem al gelijk zien. Dat ding is zo knijter groot, hè. Dat ding is echt groot als je zo ziet staan. Wow. Even kijken of wij kunnen winnen. En het valt me ook op dat ze eigenlijk al die casino voertuigen hierin stoppen. Dus zolang je maar gewoon lang zat wachten, dan komt er sowieso wel iets voorbij wat je waarschijnlijk wilde hebben. Maar de vraag is, wil je zo lang wachten? Er staat met die Krieger. Die Krieger wilde ik van day one hebben. Ik moet binnenkort echt iets aan mijn facecam doen. Hè. Het is zo gigantisch overbelicht, jongen. Ik lijk net een spook. Ik ga er binnenkort aan werken. Beloof ik jullie. In ieder geval, mijn Zerosso is letterlijk nou afgeleverd. Kijk eens aan. Your new Zerosso has now confirmed as having been delivered. En dit is dus die auto die nou in de wheelspin zit. Zo kan het dus worden. En dit is de auto die wij vandaag onder handen gaan nemen. En kijk hem eens aan. Hij is sick, hoor. Hij is vet, hoor. Ik denk wel dat hij mooier is als hier een dak op zat. En is dit die Zero Uno? Die recent ook in Forza was uitgekomen. Ik weet nog goed dat ik toen de naam helemaal anders uitsprak. Maar het was Zero Uno. Volgens mij. Ik zei volgens mij Zeroni of zo. Zeruno. Volgens mij is dat deze. Hij lijkt er in ieder geval heel erg op qua lijnen. En dat is volgens mij een soort van one-off Lambo dingetje. Het is niet van Lamborghini, maar het is whatever. You know what I mean. Het is gebaseerd op een Lambo, dacht ik. I don't know. We gaan in ieder geval even kijken. Wat is dit? Dit is een supercar. Het is geen sport. Hij rijdt op zich wel lekker. Ik vind die achterlichten... Sommige mensen vinden het mooi. Ik vind het persoonlijk niet mooi. Dit zijn die uitstekende dingen dat je tegenwoordig ook ziet bij de... hoe heet het ook weer? Bij de Vulcan. Ik vind het niet mooi. Volgens mij heeft de Bugatti... Divo heeft dat ook. Maar dat is meer een smaakdingetje, denk ik. Sommige mensen vinden het vet. Wat nou wel heel erg tof zou zijn, is als wij nou het dak dicht konden maken. Hè? Ik ga er niet vanuit dat die optie er is. Maar dat is er wel eens ooit geweest bij... volgens mij de Corvette. Daar heb je een tune voor waarbij je er een dak op kan zetten. Anders is dat een cabrio. Of een Targa is het eigenlijk. Een Targa dak. Dat zou wel lachen zijn. Ja, ik denk dat deze auto binnenkort dus ook in die wheelspin gaat komen. Dus als je slim bent, wacht je even. Of je hebt gewoon geld te veel en dan ga je hem gewoon kopen. Dat kan ook. It's up to you. Exhaust. Oké, aan de achterkant hebben we nou die dingen. Wow. Such a difference. Amazing. Oh my god. Hoeveel zijn dit er? Oké. Voor ieder wat wil. Oh, dit is iets andere bumper. Oké. En... oké. Oh. Volgens mij zie je dat veel bij die supercharged... Aventors. Hurricanes. Dacht ik. Dat ze zo achter zo'n bumper de lead doen en zo. Ik weet niet wat ik mooi vind. Ik vind het eigenlijk allemaal prima. Weet je wat we doen? Ik ga voor Carbon Angular Exit. Ja, de naam Carbon, dat trekt mij over de streep. Ik hou voor Carbon. Oké, de voorkant. Lijkt echt net van die neusgaten daar. We hebben de Open. Open 2. Racing. En Racing 2. Wow, such a difference. Ik wil niet lullig doen, maar ik vind eigenlijk gewoon standaard de mooiste optie. Want als je kijkt naar die canards en zo, het is daar zo druk aan de zijkant. En dan daar in het midden mis je allemaal dingen. Nee, weet je wel, laat hem lekker standaard. De grill. We hebben capped en we hebben open.
Weet je wat ik doe? Ik maak hem dicht. Ik vind een rare neusgaten. De hood. Wederom met 3 opties. Dus er zijn telkens maar weinig opties voor deze auto. Ik denk dat wederom de standaard opties het mooiste zijn. We doen letterlijk niks aan deze auto. We laten hem gewoon zoals hij is, blijkbaar. Oké, we komen aan bij de livery. Nou kunnen we maken of breken. Hoeveel opties zijn er? Ik gok 4. 11. Oké. Oh, de tricolore. Oh, dit is sick. Ja. Dit is vet. De tricolore. Of tricolor, zoals het hier heet. Black stripe. Nope. Nope. Nada. Noppes. Oh mijn god. De Lucky Plucker. Heb ik er nooit gezien, deze sponsor. Interesting. Pegasus. Ron. Rim paint. Een bondkracht voor je auto. Het moet niet gekker worden. Oké, er zijn dus redelijk wat opties. Wat me eigenlijk niks tegenvalt. Maar ik ben eigenlijk gelijk al grote fan van dit. Ik vind dit heel erg vet. Dus ik denk dat we voor deze streep gaan. De vraag is, met welke kleur gaan we het combineren? Ik denk nou gelijk aan wit. Maar ik weet niet of wit misschien saai is. Laten we even kijken. Plate, carbon fiber, Hudson flat. Respray. What is the secondary color? Dat zijn de spiegels. Oh, en het interieur. Dat is op zich wel nice. En de velgen. Oh. Ik weet niet of dit nou saai is of dat dit mooi is. Ik laat hem voor nu even wit. I don't know. Dit is een lastige. Want ik wil eigenlijk die strepen pakken, maar... We gaan wel even snel verder. We kijken even wat er meer is. Roof. We kunnen er dus wel een dak op zetten. Halleluja. Alleen nou weet ik eigenlijk niet of ik dat wel wil. I don't know. Aan de ene kant ben ik echt een fan van ja. Doe het alsjeblieft wel, maar... Het is op zich wel uniek dat de auto juist geen dak heeft, right? Ja, voor nu laat ik hem eraf. Het is wel uniek, zoals ik al zei. Spoiler. Oké. Volgens mij heeft deze auto een standaard ding dat omhoog komt, als ik zo kijk. Ik zie dus een lijn lopen. Maar we kunnen er dus een ducktail op zetten. Ik weet niet of die dan nog werkt. Ik denk het niet. Carbon fiber. Oeh, Big Wang Gang. GT Wing. En een secondary street wing. Het zijn een beetje rare opties, moet ik bekennen. Ik weet niet waarom, maar hoe langer ik naar deze auto kijk, hoe meer ik het Lotus zie. En dat is niet positief. Ik pak heel even deze spoiler. Gewoon eens even om te zien of die andere spoiler dan nog steeds werkt. Ik denk het niet. Ik denk zodra dat je deze equipt, dat die andere niet meer werkt. Maar dan gaan we zo meteen zien. De transmission. Turbo. Volgens mij is er letterlijk niks meer te doen. Dit zijn alle opties. Ja, dit zijn letterlijk alle opties. Dat valt me tegen, gek. Tegelijkertijd, ik had het ook wel verwacht, hoor. Jongens, hier is hij dan. Dit is het eindresultaat. Dit is mijn nieuwe Zero Uno. En er is niet veel veranderd. Oprecht. Er is gewoon weinig tuning. Dat is gewoon heel simpel. Er is weinig tuning. Ik heb gekozen om die ducktail te doen. Ik heb er toch een dak op gezet. Misschien dat ik er nog afhaal. I don't know. Ik heb hier die... ze noemen het een grill, hè. Ik weet niet echt of het een grill is. Dat heb ik aangepast. Het ziet er een beetje raar uit. Als je ziet, die streep loopt eigenlijk door. Dus dat hoort eigenlijk niet. Dus eigenlijk moet ik hem gewoon dichtmaken. I don't know. Het ziet er raar uit. Maar dit is hem dan. Ik weet niet wat ik van de tuning moet vinden. Ik vind de tuning eigenlijk een beetje... er mist een hoop. Er ontbreekt echt een hoop. Een van de dingen die ik heel erg mis is bijvoorbeeld opties die ze vrouwen altijd hebben. Zoals een secondary splitter of zo. Dat je bijvoorbeeld een mooie rode lijn onder kon doen. Misschien... een primary color dock, zodat die straight doorloopt. Zulke kleine dingen. Mooiere spoilers. Echt, de spoilers die we hebben zijn echt 3 keer niks. Dus... Nee, de tuning van deze auto valt me echt heel erg tegen. Ik vind hem nog steeds wel een toffe auto. Ook vind ik die streep wel mooi, maar eigenlijk is dat ook de enige mooie die je hebt. Dus... nou ja, of je maakt er zoiets van. Een of andere KFC auto of zo. Op zich is het echt een KFC auto dan. De Lucky Plucker. Fantastic. Our chicken are well and truly plucked. Amazing. Kijk, op zich, dit is ook... Ja, ik hou er niet van, maar... Het zijn niet de lelijkste liveries. Ik heb lelijkere liveries gezien. Maar ik ga voor clean. Clean and classy. Maar we gaan eens even naar buiten. Het is inmiddels weer donker. Wat een feest. Ik heb hier best wel lang binnen gezeten, omdat ik gewoon niet wist wat ik met deze auto aan wilde. En nou zien we nog niks. Dus een beetje jammer. Ik heb ondertussen ook heel even rondgereden, want ik had die spoiler aangepast. Want zoals je kan zien, het lijkt erop dat er eigenlijk een standaard spoiler in zit die omhoog komt bij een bepaalde snelheid. Die werkt niet. Dat is fake. Dus vandaar dat ik er maar gewoon een ducktail op heb gezet, want dat ding werkte toch niet. Dus dat is eigenlijk de reden. En ik ben nog steeds van mening dat hij eigenlijk een spoiler mist.
Maar er zijn geen mooie spoilers. Ze zijn allemaal lelijk. Dus vandaar. Maar ik denk dat ik even ga wachten tot het weer licht wordt. Het is inmiddels... goddammit, het is pas 11 uur. 6 hours later. Hier is je dan, jongens. De Zero Uno. Ik vind hem op zich wel nice, hoor. Ik vind het geen lelijke auto. Ik vind het alleen niet echt een super spectaculaire auto of zo. Maar we gaan er eens even mee rondkarren. We gaan even kijken of hij bevalt. En of ik hem jullie zou aanraden. Nou heb ik al gelijk wel een beetje een idee hoe dit zal uitpakken. Maar ik ga nog geen conclusies trekken. We gaan eens even een beetje rondrijden. En ik erg me nog steeds kapot aan het feit dat die spoiler niet werkt. Ik vind het echt zo debiel iets. Want dat ligt dus niet aan die ducktail. Hè. Ik heb hem een stakker gebruikt zonder ducktail en toen werkte die ook niet. Dus een beetje jammer. Maar ja, dat tezijde. Ik heb het idee dat de auto op zich wel lekker rijdt. Qua grip en zo. Het is wel lekker agile, zoals je kan zien. Heel mooi door het verkeer heen. Oh, kijk eens aan. Ja, het bevalt mij ook wel prima. Ik weet niet wat de snelheid is. Die kunnen we zo meteen wel even testen op de snelweg. Waar zijn we nou toch al? Doen we er gelijk naar even. Goddammit. Is je dood? Ja, dat is waarom je een gordel aan doet, jongens. Idioten zoals ik. Maar nee, we gaan even kijken wat de topsnelheid van deze auto is. Ik moet bekennen dat ik geen idee heb wat de topsnelheid is van auto's zoals de Krieger en de Amaris. Dus dat is een beetje een... Oh, lastig vergelijken. En ik heb ook geen idee wat er nou eigenlijk precies staat. Volgens mij is dit ongeveer de topsnelheid. Ik kan het niet zien, jullie waarschijnlijk wel. Maar god, geen idee wat er staat. Maar ja, qua snelheid, ik heb geen idee. Hij voelt niet extreem snel, moet ik bekennen. Maar dat is toch altijd lastig in GTA. Soms dan voelen auto's heel traag. En dan blijkt achteraf dat ze eigenlijk nog snel zijn. Ik denk wel, als je deze auto vergelijkt met de concurrentie momenteel. De Amaris en de Krieger. Dan zijn die beide gewoon beter. Ze zijn ook beide duurder. Zo is de Krieger bijna $1 miljoen meer. 2,8, deze is 2. Maar nogmaals, dit ding is $2 miljoen. Dat is veel hoor. Ik zou het wel weten. Wat ik zou doen is, ik zou wachten met het kopen van deze auto. En ik vermoed dat hij over een tijdje sowieso in de wheelspin komt te zitten. En dan zou ik hem daarom proberen te winnen. Dat is wat ik doe. Ik zou hem niet kopen. Ik weet ook niet of hij in de wheelspin komt en zo ja wanneer. Maar ik heb zo'n vermoeden dat het gaat gebeuren. En dat zal denk ik ook niet al te lang duren. Ik weet eigenlijk ook niet of er nog meer casino auto's aankomen. Dan dat ik eraan denk. Is dit het laatste? Want volgens mij doen ze echt geleidelijk aan al die casino-auto's in die wheelspins. Want volgens mij heb ik het eerder ook al benoemd dat die Krieger er binnenkort in komt. Dus ik zou het een beetje in de gaten houden. Dat is wat ik zou doen. Wat jullie doen, dat moet je natuurlijk helemaal zelf weten. Maar nee, ik vind het wel een toffe auto, maar ik vind hem niet zo waanzinnig vet dat ik hier $2 miljoen aan uit wil geven. Hier zijn we dan weer. Kijk eens aan. Net als elke video, zeg ik weer in het vakkie. Maar dit is hem dan, jongens. De Zero Uno, oftewel de Zerosso of zo heet hij volgens mij. Hoe heet die? Ja, de Zerosso. Pegassi Zerosso sportscar. Let niet op de schade en zo. Het is een witte auto. Alles valt op. Dus dit is eigenlijk een reden waarom je geen witte auto moet pakken. Ik weet ook niet of ik dat dak erop zou zetten. Op zich is het wel uniek dat het eigenlijk een cabrio is. Nou, ik weet niet wat ik van deze auto moet vinden. Ik heb geen idee. Laat maar in de comments achter wat jullie ervan vinden. Maar ik ga denk ik hier de video weer beëindigen. Dus ja, ik ben benieuwd of er volgende week nog een auto komt. Want ik heb geen idee. Mocht er nog een andere auto komen bij de casino update, dan gaan we die dus aankomende donderdag weer behandelen. Dus kom dan sowieso weer terug naar mijn kanaal. Weet je wat? Nee, je moet elke dag gewoon terugkomen naar mijn kanaal. Ik ga gewoon weer dagelijks uploaden. Ik heb de afgelopen dagen weer even niks geüpload. Maar we gaan weer oppakken. Morgen hebben wij een heel bijzondere video. Want morgen komt Modern Warfare uit. En dan gaan wij de Dark Edition unboxen. Dus die met die Night Vision goggles. Dus dat is best wel een interessante editie. Dus die gaan wij morgen uploaden. Of in ieder geval, ik ga hem uploaden. Jullie gaan hem kijken. Whatever. Dus kom morgen terug. Vanavond ben ik ook weer live op Twitch met GTA 4. Een let's play. Dus dat is ook heel erg leuk. Er is ook een link in de beschrijving. Dus ja, vond je dit leuk? Laat een like achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.